Welkom bij wireless-info.be en hier wil ik het hebben over een point-to-point verbinding door middel van twee Ubiquiti nanobeams. De nanobeam is dus een schotelantenne van een 40 centimeter diameter en deze behalen een zeer goede performance. Goed, eerst en vooral, ik ga deze trachten te kijken. Moeten we dus de netwerkinstellingen onderaan rechts op klikken, want we moeten dus de netwerkkaart waar de nanobeam is aan verbonden een vast of static IP-adres geven. Dus we gaan hier de adapteropties wijzigen. We gaan hier de netwerkkaart op dubbelklikken en op eigenschappen gaan we hier naar Ethernet protocol versie 4. We gaan daarop dubbelklikken en hier gaan we dus een vast IP-adres ingeven in dezelfde IP-range van de default instellingen van de nanobeam. En deze is 192.168.1.20. Dit is dus het IP-adres van de nanobeam. Dus 192.168.1. En hier gaan we dus een IP-adres ingeven. 10 bijvoorbeeld. We klikken even op het subnetmasker. Deze wordt hier automatisch ingevuld. Klik op OK. Nogmaals op OK. En alles mag hierdoor gesloten worden. Ik ga hier gebruik maken van Firefox. En we gaan hier ingeven HTTPS. Dat is een website met SSL. 192.168.1.20. We gaan hier naar Advanced. En ADD, dus een uitzondering gaan we hier gaan toevoegen. En we gaan dat hier moeten bevestigen. Oké. Dit is het hoofdvenster van dus de nanobeam. Die werkt dus op ROS. Goed, we gaan dus de username ingeven. En dus de default username is UBMT. En als paswoord eveneens UBMT. Wat we hier moeten doen is het land instellen waar het toestel zich bevindt. Dus bij mij is dat hier België. We gaan hier het akkoord gaan aanvinken en dan pas kan je gaan inloggen. We gaan niet saven. Het kan wel enige tijd duren soms. Bij de ene zal het al vlugger gaan dan de andere. Zo. Nu moeten we nogmaals de username en het paswoord ingeven. PNT en eveneens PNT. En inloggen. Goed, deze krijgen we dus eerst en vooral. Gaan we deze even veranderen. Dus we moeten dus het default paswoord gaan veranderen. En we gaan hier even op klikken. En we worden direct naar System omgeleid. En hier bij administrator username kan je dus alles gaan veranderen. Dus change password. We gaan dus hier, het is een slecht voorbeeld, maar ik ga hier admin
ingeven. Admin. Het beste is om een andere naam te kiezen. Waarom? Omdat hackers al zeker en vast beginnen met admin als username te gebruiken en administrator. Goed, dus nu moeten we hier het huidige paswoord ingeven, UBNT. En nu gaan we hier zo. Oké, dus dismissed. Wat we nu gedaan hebben, is dus het paswoord direct veranderd. Dus change, don't save en apply. Dat is wel zeer belangrijk om dit te doen. Voilà, goed. Wat we nu gaan doen, we gaan naar wireless gaan. We gaan onze wireless instellingen gaan maken. Goed, oké. Dus bij wireless mode gaan we dus access point selecteren. En bij WDS, dus met WDS bereik je dus een transparante bridge. We zeggen dat de bridge niet in je netwerk zal terug te vinden zijn. We gaan dat enablen. Als SSID ga ik dus UBNT behouden. Je kunt natuurlijk een andere naam kiezen, maar ik laat deze dus ongemoeid. Channel width is zeer belangrijk. Normaal gezien gebruiken de point-to-point links en de access points allemaal een 20 MHz bandbreedte. Ah, maar jongen toch, wat is dat hier altijd? Don't save. We gaan dus hier als channel width 20 MHz gaan gebruiken. Dus niet bij het AC-protocol, daar kan je een bandbreedte van 80 tot, ja, tot zelfs meer bandbreedte in beslag nemen. Maar dit gaat eigenlijk verloren, omdat de bandbreedte zo breed is dat de link instabiel wordt. En dit wil ik zeker niet. Goed, het volgende, dus het frequentie, moeten we instellen. Je ziet hier, dat zijn dus de indoor frequenties. Je hebt hier indoor met DFS. En DFS is dus een radarcontrole. Dus de weerradar en maritieme radars en nog andere radars gebruiken ook die frequentie. En die hebben voorrang op alle access points die draaiend zijn op deze frequentie. Dit is wel een spijtige zaak, maar goed, wat is wat. En we moeten ons daaraan houden. Dus ik ga hier de frequentie 5.7 GHz nemen of 5700 MHz. Goed, dus dit hebben we al gedaan. Wat ik nu doe, en dat is een tip, dat is dus dat maximum TX rate ga ik niet automatisch laten selecteren, maar ik ga deze zelf instellen. Ik ga dus een vaste TX rate instellen. Begint eerst en vooral met een lage en stilaan kan je uittesten tot welke snelheid je kan gaan om een grotere snelheid te gaan behalen. Ik kies hier nu voor de 6, dus 65 megabit download en 58,5 upload. Goed,
En hier niet vergeten, bij security, gaan we dus een WPA2 sleutel gaan ingeven. Dus WPA2-A's en PSK, pre-cert key. Goed. Zo. We gaan dit change klikken. Gaat dat hier blijven vragen blijkbaar. En apply. Dus de wireless settings zijn dus hier nu al ingesteld. Maar bij advanced gaan we nog een belangrijke factor instellen, namelijk de afstand van de point-to-point link. De afstand bepaalt dus in feite, ook als je dat niet instelt, de stabiliteit van je link. Want indien je deze niet instelt, gaat deze, ja, hoe moet ik dat zeggen, zeer instabiel worden. En ik ben geen voorstander van automatische dingen. Nee, ik ga deze zelf ingeven. Dus hier zie je de aantal kilometers. Neem je dat je een point-to-point verbinding hebt van 2 kilometer, zet een klein beetje meer dan de 2 kilometer. Neem nu een 2,4 kilometer. Dus klik op Change en op Apply. We gaan het hier vrij eenvoudig houden, want anders gaan we hier verwarring zaaien. Pardon. We gaan eerst en vooral nog eens kijken hier, naar het eerste tabblad. En dit is in verband met AirMax. Dus AirMax wordt gebruikt voor point-to-multipoint verbindingen. Dus AirMax moeten we hier wel uitschakelen. En we gaan hier Change Apply klikken. Zo, dus deze, dit access point is dus ingesteld. Ik ga nu even pauzeren. Ja, nu dat we dus de AirMax hebben uitgeschakeld, gaan we naar Network. Wat gaan we hier doen? Dus de netwerkinstellingen gaan aanpassen. Neem, je hebt dus de router van je netwerk. Dat is dus de gateway. En deze is 192.168.1.1. Nu, we gaan hier de point-to-point link, het IP-adres 192.168.1.2 geven. Indien je dus gebruik maakt van een MikroTik router, en ik doe dat altijd, gebruik ik mijn router als eigen DNS-server. Dus dat kan ook het geval zijn bij jouw router. En je kan dus je DNS-servers gaan ingeven. Ik ga deze nemen. Ik ga deze gewoon copy, paste, zo. En als tweede DNS-server ga ik de Google DNS nemen. Voilà, oké. Dus change, apply. Dit is wat betreft dus de netwerkinstellingen van de PowerBeam. Dus nu natuurlijk gaat hij een ander IP-adres gaan krijgen. En de PowerBeam gaat dat gaan doorzenden. Want hier gaat dat dus veranderen. Try again.
Dan zie je dat dat hier Advanced. En dan een keer. Natuurlijk, het is een ander IP-adres, dus we moeten terug die uitzondering gaan toevoegen. Zo, oké. Ja, allee, goed, we gaan dan een keer 7, want anders gaan wij hier altijd maar de vraag krijgen. Het is hier toch maar een tutorial. Dus goed, we hebben ons access point dus ingesteld. Wat we nu gaan doen, ik ga hier het access point ergens elders opstellen. En we gaan dus de client inzetten. Oké, dus we gaan terug beginnen met het verbinden met de client. Dus dat is dus een nieuwe nanobeam. En terug 192, 168. Ik zit hier op een microtik. Ik heb hier al te veel tutorials gegeven. Zo, oké. We gaan dus naar Advanced terug. We gaan een uitzondering uitvoeren. We gaan deze bevestigen. En we gaan dus uiteraard UBNT invullen, want het is een nieuwe. UBNT. We gaan terug de LAN-instellingen gaan instellen. Ons akkoord geven en vervolgens inloggen. En we gaan terug het paswoord opslaan, want anders blijft die zagen. Doe dat nooit bij als je dus een laptop gebruikt van de een of andere collega of zo. Goed, we gaan dus eerst en vooral het paswoord gaan aanpassen. Dus klik hier terug op System. En hier kan je dus het paswoord gaan instellen. We gaan inderdaad admin. Werk doen. Admin gebruiken. Ik ben hier verkeerd. Het current paswoord is UBNT. En het nieuwe. Ik hoop dat ik hier juist ben. Ik denk niet dat ik hier juist ben. Ik heb een beetje last van de warmte. Dat zal pas zijn. Het is hier snikheet. Goed, dus ik heb het... De username veranderd. Gebruik nooit. Ja, ik toon dat hier nu wel in de admin en in de tutorial admin. Maar dit is vrij gemakkelijk te achterhalen voor de hackers. Dus gebruik nooit admin of administrator of administrator. Gebruik een moeilijk te raden naam. Goed, maar ik hou het hier wel eenvoudig. Dus wij hebben hier het current, dus het huidige paswoord ingegeven. Dus het default paswoord is UBNT. En hier een nieuw paswoord. We gaan hier op change klikken. En op apply. Zoals je nu... Gaan we naar de wireless instellingen. Oké,
Try again. Het kan al eens gebeuren dat je de connectie verliest. Ja, oké, dat duurt toch wel zeer lang. Goed, we gaan dus nu bij wireless mode station gebruiken. En we gaan hier de WDS aanschakelen. WDS staat trouwens voor Wireless Distribute System. Goed, als SSID gaan we dus UBNT gebruiken. Dus we gaan hier selecteren. U zal dat wel zien. Dus hier, UBNT, gaan we hier gebruiken. Dus we moeten het bolletje zwart maken. En hier klik je op Select. Goed, wat moet je hier nog verder doen? Hier geef je dus de WPA2 sleutel in. Zo, goed. Klik op Change. Op Apply. En klik verder door, eerst en vooral een keer op Main. Zo ga je zien of je contact maakt, ja of niet. Of je verbinding hebt. Het duurt toch wel lang. Dat is zeer vervelend natuurlijk in een tutorial, maar ja goed. Het is nu zo. Try again. Wachten, try again. Zo, oké. Dus we zien hier dat hij hier nog geen contact heeft gemaakt, maar voilà, en nu wel. Wat is eigenlijk waarom dat hij zo lang wacht, is dus de DFS die eerst en vooral het systeem die gaat eerst scannen of het spectrum wel vrij is. En indien het spectrum vrij is, gaat hij maar zijn signaal gaan uitzenden. En dit is dus het DFS. DFS staat voor Dynamic Frequency Select. Dus deze spoort dus radars op. En indien hij een radar detecteert, gaat hij veranderen van frequentie, ofwel gaat hij zich zelfs stoppen met uitzenden. Opgelet, de weerradars en maritieme en zelfs de legerradars, die zitten allemaal op deze frequentie en hebben steeds voorrang op de wifi-linken. Goed, ik ga nu eerst en vooral nog een paar aanpassingen tonen. Dus we gaan terug naar wireless. Hier moeten we dus de maximum TX rate gaan veranderen naar de 6 hier. En voor de rest moeten we hier niks meer aanpassen. Nee, oké, dus change. En apply. En bij advanced moeten we terug de afstand gaan instellen. Try again. Dit gebeurt niet altijd. Dit is dus een... ja, ik zit hier op een... Even wachten. Goed, oké. Dus we gaan hier de automatische afstandinstellingen veranderen. En we gaan die eveneens ook op 1 km 4 zetten.
Zo. Dus beide stations, allee, de access point en het station, moeten hier allebei hetzelfde geven. Dat is wel zeer belangrijk bij een point-to-point link. Wat ook zeer belangrijk is, als je bijvoorbeeld een point-to-multipoint verbinding maakt, moet je dus hier de instellingen instellen op de verste link. En dit is wel belangrijk om te weten. Dus we gaan change, apply. We gaan hier terug naar main gaan. Nee, eerst naar networks. Want we moeten ons netwerk nog instellen. Anders blijft die op het default adres 192.168.1.20 staan. En indien je nog een nanobeam wilt aansluiten of powerbeam, ja, juist daar zit. Goed, wij gaan hier het IP-adres dus 1.3 geven. We gaan hier terug deze gaan kopiëren. Paste. En hier Google DNS. Zo. Dit is zo wat betreft een point-to-point verbinding. Dat is dus, daar houdt niet veel in. Wat je wel rekening moet mee houden, dat is eerst en vooral met de wettelijke bepalingen. Ten tweede moet je goed kunnen uitrichten. Dus je moet maken dat je link opperbest is, zowel op horizontaal als verticaal vlak. Dus nu gaan we hier zien dat hij terug, voilà, kijk, zijn netwerk gaat veranderen automatisch. Lees even na eventueel wat de vereisten zijn op mijn website voor een point-to-point link. Deze website waresinfo.be is wel zeer interessant voor mensen die wifi linken enzovoort willen aanleggen. Zo. Voilà, dat is wat betreft de point-to-point verbinding, configuratie. Ik hoop dat je daar iets van hebt geleerd. Dus indien je deze tutorial wilt delen op social media, wordt dat zeer gewaardeerd. Ik dank u alvast voor je aandacht. Dank u wel en tot de volgende tutorial.